cricketvoorzitter Jaco van Giessen. Eindelijk mag Hermes DVS weer spelen. Eerst even terugblikken naar het vorige seizoen. Dramatisch? Ja, nee. Cricket-technisch is het dramatisch, omdat we voor spek en bonen hebben gespeeld. En dat wij natuurlijk heel graag naar die hogere klasse hadden gewild. Als je ziet wat we met heel veel vrijwilligers vorig jaar gedaan hebben. En je ziet nu om je heen hoe ons veld erbij ligt en hoe de club denk ik hechter is geworden door onze onderlinge HPL en door alles wat we nog gedaan hebben, is het zeker geen verloren jaar. Maar qua prestaties hadden we liever op dat hoogste niveau gestaan. Ik bedoel, we waren coronakampioen, die hadden we graag geëffectueerd in de kampioenschap. Ja, nou goed, nieuw seizoen breekt aan, dan denk je van nou alles kan weer. Maar dit is de eerste wedstrijd, want het is een unieke wedstrijd, met publiek. Nou ja, het is sowieso, het is onze oefenwedstrijd, dus we warmen op voor de competitiewedstrijd van volgende week. Maar iedereen mag nu weer loslopen, we moeten ons wel aan die 1,5 meter regel houden. Maar we kunnen weer genieten van de zon, van elkaar en van het cricket. Ik was vorige week bij je collega Excelsior 20, ja. Daar stond het hele veld onder water. Ja. Hoe is de kwaliteit van jullie veld? Nou, wij zijn daar hard mee aan het werken. Ook wij hadden we hadden last van alle buien die gevallen waren. Maar hebben wel nog onze wedstrijdjes kunnen spelen. Ik ben onder de indruk van onze groundstaff die met 5-6 man elke dag bijna hier aan het werk zijn om het zo goed te krijgen. Even het team. Zijn er mensen bijgekomen? Zijn er jonkies bijgekomen? Zijn de oudere rotten, oudere rotten. Oudere rotten uitgevallen? We hebben eigenlijk daarin geen verandering. We hebben de coaches die we hadden met Kouram en Joey. Die hebben we in deze onzekere tijd niet kunnen halen. We zijn bezig met Jay Bista en met Jared Fuchs. Het is ingewikkeld nu met alle codes die er nog in de wereld en Europa zijn. En de visa's die wel of niet verkregen zijn. Ambassades die wel of niet al open zijn. Om ze te laten komen. We hebben goede vooruitzichten. We moeten dan ook nog even de quarantaineregels goed toepassen. Dus ik denk dat het onzeker wordt of ze de eerste officiële wedstrijd erbij zijn. Maar we verwachten ze zo snel mogelijk hier in Schiedam. Mag je dit seizoen omschrijven als het halfvolle glas en dan vooral kijken naar het volle glas? Ik denk dat dat een mooie beeldspraak is. Je merkt ook dat het allerbelangrijkste is dat we elkaar gewoon weer zien. En dat we als een club er ook voor zijn om iedereen door een lastige periode te halen. En dat kunnen we nu weer doen. En we kunnen elkaar weer ontmoeten en naar de zon toe. En nu is het gewoon, ja, volgens mij is het gewoon een heel glas. Alleen wat je heel snel leeg moet drinken, want je hebt 9 wedstrijden en dan moeten we ervoor gaan.